Ik hoor muziek. Dat is hartstikke leuk. Vanavond staan Frank en Rogier voor een grote uitdaging. Dat eigenlijk alles een beetje een bij elkaar geraapt zooitje is. Maar dat doen wij toch ook? Gelukkig ziet het designduo altijd mogelijkheden. Het is echt heel klein. Ik zie het gewoon niet zitten. Paleis voor een prikkie. Vanavond om 21:30 op 6. Maar het is toch gelukt. Zondag 21:30. De handhavers. Je ziet het op 6. Donderdag 20:30. De meldkamer. Je ziet het op 6. Dit zijn de 12 talenten die vechten om een plekje in House of Talent. Met mijn gymnasiumdiploma kon ik hersenchirurg of astronaut worden. Maar ik ga voor House of Talent. Ik geef mijn hart en ziel aan de muziek. Ik verdien die plek in House of Talent. Ik heb het ervoor over om mijn rechterarm even af te hakken om in House of Talent te mogen wonen. Alleen dat ga ik niet doen. Ik wil deze kans namelijk met beide handen aanpakken. Maar er is slechts plek voor 8. House of Talent. Vanaf 6 augustus elke werkdag om 7:00 op 6. De Rotterdamse politie is hard op zoek naar de automobilist die gisteravond een voetganger schepte en zwaar gewond achterliet. En vakantiegangers opgelet, op sommige plekken in Europa gaat de temperatuur richting de 50 graden. Om 22:30 in Hart van Nederland. Donderdag 20:30, undercover in Nederland. Je ziet het op 6. Vrijdag. There's something out there. Het begin van de Mummy-trilogie. Oh, I hate mummies. Tijdens de zoektocht naar een verloren stad ontwaart een eeuwenoude vijand in de epische avonturenreeks The Mummy. 2 weekenden achter elkaar met vrijdag om 20:30 deel 1 op 6. Vanaf 6 augustus, House of Talent. Je ziet het op 6. Dit is Hart van Nederland met vandaag. Wie weet waar Emily en Kirsten zijn. De twee meiden van 13 en 14 worden al 6 dagen vermist. Ontzetting in New York en in Deventer. Waarom moesten 2 vrouwen en een jongetje van 6 dood? Wie denkt dat wij het hier warm hebben? Nou, in Spanje en Portugal wordt het ver boven de 40 graden. Live op 6. Vanuit de nieuwsstudio is dit Hart van Nederland. Met Sandra Schuurhof en Evelien de Bruin. Goedenavond. De politie maakt zich grote zorgen over de vermissing van 2 jonge meisjes. De 13-jarige Emily Meijer liep afgelopen vrijdagavond samen met de 14-jarige Kirsten Marreveld weg uit een instelling in Leeuwarden. Zondag 20:30. Wegmisbruikers. Je ziet het op 6. Wordt er nu ingebroken, meneer? Ja, nu. Kijk mee met de politie. Hij probeert haar van de tas te roven. In het heetst van de strijd. 2 gasten, 1 heeft een bommuts op. Iedereen staat op scherp in de meldkamer. Morgen om 20:30 op 6. Dit zijn de 12 talenten die vechten om een plekje in House of Talent. House of Talent is voor mij super belangrijk. Het zou een enorme boost zijn in mijn carrière. House of Talent is voor mij fucking rijk worden. En voor heel veel mensen gewoon mijn ding doen. Ik moet in House of Talent, want ik kan rappen, ik kan zingen, ik kan viben. House of Talent heeft de beste mensen. Ik hoor daar gewoon bij. Maar er is slechts plek voor 8. House of Talent, vanaf 6 augustus, elke werkdag om 7:00 op 6. Onze hoogbejaarde wereldreizigers gaan naar Colombia. En genieten daar met volle teugen. En Rita krijgt de verrassing van haar leven. Maar het gaat ook mis. En toen blijkt het een foute bol te wezen. De wereld rond met 80-jarigen. Vanavond om 20:30 op 6. Utopia. Elke werkdag om 19:30. Je ziet het op 6. Morgen duikt Alberto in de wereld van illegale medicijnen. Ik wil 1 oxazepam, 1 thema en 1 diazepam. En stuit hij op deze rijdende apotheek. 7,50 hadden we gezegd. Het recept voor een arrestatie. Ook de politie is geïnteresseerd in deze man. Undercover in Nederland. Morgen om 21:30 op 6. We staan hier vanavond in een natuurgebied bij Heerde. En zoals bekend is mijn vader helaas afwezig vanavond. Daarom presenteer ik het weer. We gaan kijken naar vannacht. Het wordt zo'n 16 graden en het is helder en rustig weer. Morgen wordt het weer een warme dag met in het noorden zo'n 27 à 28 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot een tropische 31 à 32 graden met veel zon. Er is weinig wind en die komt uit het noorden tot noordwesten in een windkracht 2. De avond is nog zeer warm.
De nacht lopen de temperaturen terug naar de 15 à 19 graden en deze is rustig en helder. Vrijdag. In het zuidoosten 32 graden en in het noorden 28 graden. Er is veel zon, wat bewolking en het blijft droog. Ook langs de kust en de Wadden zeer warm weer, met 25 tot 28 graden. Er is weinig wind uit het noorden tot noordwesten. Langs de kust en aan de Wadden windkracht 3 in de middag. En dan gaan we nu vooruitkijken. Zaterdag opnieuw warm weer met 27 à 28 graden in het noorden. In het zuidoosten wordt het weer tropisch met 30 tot 31 graden. Een matige wind uit het noordwesten, kracht 3 à 4. Zondag wordt een vrij zonnige dag, met in het noorden iets meer bewolking en daar zo'n 23 à 24 graden. In het zuiden 28 graden. Er staat ook wat meer wind. Deze komt uit het noorden tot noordwesten en is kracht 3 tot 5. Maandag opnieuw veel zonnige periode en warm weer met zo'n 25 tot 29 graden en een matige wind uit het noorden. Ik wens jullie al een fijne avond en zoals mijn vader altijd zegt, op morgen. Tot morgen. Daar gaan we dan. Echt waar, joh. Victor? Ja? Laat hem maar van. Wil je met me naar bed? Oh, 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 oh. Blikkie voor een prikkie. Hij zal toch niet... Ja! Krijg jij wel zin in? Je ziet het op 6.